nu is ze een beetje in de fase dat ze bijna gaat kruipen. Ja, dan zit je met je vrouw van, oh, ze gaat, weet je wel. Ja. Dat zijn leuke dingen. Dingetjes. Ja, precies. In april schudde Joël Veltman de voorste kruisband van zijn rechterknie af en daardoor zal hij de eerste helft van het seizoen moeten missen. Nu werkt hij keihard aan zijn herstel en dat doet hij hier in Zeist, waar ik met hem heb afgesproken. Joël? Ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het goed? Gaat de goede kant op, zeker. Ja, ja, gaat de goede kant op. Nu ben je binnen aan het trainen. Ja. Hoe lang heb je hier nu nog nodig? Ik denk nu nog een uurtje, ja? Om even goed die power in die benen te krijgen en dan daarna naar buiten. Nu ga je naar buiten? Ja. Hoe lang ga je daar trainen? Ook rond een uurtje, zoiets. Waarom ga je in Zeist revalideren? Ja, dat heeft een beetje te maken met omdat ik hem al een keer gehad heb, deze blessure, aan mijn linker en linkerknie. Ja. En nu rechts dan. En ik wist hoe dat was. Toen op de toekomst, want toen heb ik wel gerevideerd op de toekomst. En ja. Dan zag je gewoon elke keer de jongens naar buiten gaan trainen. Dat deed toch wel een beetje pijn in je hart. En dat wilde ik een beetje soort van voorkomen. Ja. En nou ja, zodoende ben ik hier terechtgekomen. Ja, je hebt nu wel heel erg veel tijd voor je dochter. Dat is dan weer een voordeel. Dat klopt, klopt. Het eerste jaar van een klein is toch prachtig om mee te maken. Al die ontwikkelingen die ze doormaakt. En ja, wat je zegt, daar heb ik nu veel meer tijd voor. En nu is ze een beetje in de fase dat ze bijna gaat kruipen. Ja, dan zit je met je vrouw van, oh, ze gaat, weet je wel. Ja, dat zijn die leuke eerste dingetjes. Ja, precies. Ja, en je dochter heeft laatst haar eerste Ajax-ervaring gehad. Het eerste half uur vond ze het prachtig. En daarna kon ze net zo goed in vak 4-10 en de F-site, want ze schreeuwde alles bij elkaar. En dan hoor je het publiek, oh, en dan gaat ze zitten kijken van wat gebeurt er, weet je. Ja, en dan was een doelpunt natuurlijk, weet je wel. En dan zit ze wel te schrikken en dan moest ze een beetje huilen. Maar goed, ja, vooral als de eerste keer en dat is ook voor haar een beetje willen natuurlijk. Dan zie ik je na de training nog even. Ja, prima. Leuk. Zie je dan. Succes. Dankjewel. Hoe ging het? Ja, ging weer lekker. Het voelde alweer lekkerder dan gisteren, moet ik zeggen. En ja, back off. Ik zag dat je hoog bezoek kreeg net even aan de Langsterlijn. Ja, die een paar dagen geleden liet je weten van ik ben in Zeist trainen. Dus nou, vandaar dat je even lang kwam. Hoeveel contact heb je dan überhaupt nog met je teamgenoten? Ja, dagelijks ook via de app. Ik bedoel, af en toe ga ik bij de toekomst even langs natuurlijk. Ja. Elke thuiswedstrijd ben ik er, dus ook na de wedstrijd ga je even de kleedkamer in natuurlijk. Dus die zie je wel geregeld, ja. Hoe kijk jij op dit moment naar het seizoen tot dusver? Ja, natuurlijk vol trots zit je aan te kijken. Die thuiswedstrijden vooral. Die ik dan ook in de arena meemaak, ja, dat is een big smile op het gezicht, ja. Wanneer zien we je terug op het veld, Joël? We gaan in januari gaan we natuurlijk op trainingskamp. Nou, dan heb je al wat oefenwedstrijden. Dat is mijn doel. En als dat niet kan, dan is dat het tweede seizoen zelfs in de Eredivisie. Ik kijk naar huis. Dankjewel, Joël. Dank jullie wel. Succes. Ja, dankjewel, komt helemaal goed. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.